Dag iedereen, welkom bij Terugvlucht. Ik zit op mijn hotelkamer met zicht op de Mersey hier in Liverpool, de rivier in het noordwesten van Engeland. En gisterenavond zat ik op Anfield voor Liverpool Atletico met Frankie van der Elst. Hoe vond je het hier op Anfield? Ik vond het geweldig. Om te beginnen, de sfeer was uitmuntend, uitgelaten. En de wedstrijd begon aan 100 per uur, vooral Liverpool natuurlijk. We wouden er echt wel korte metten mee maken. Hij maakte mooie goals, hè, met vooral Alexander Arnold, de schitterende voorzet. Dus ik vond het Liverpool van het eerste 20, 25 minuten echt wel, zou ik het durven zeggen, kandidaat Champions League winnaar. Uiteindelijk was er een rode kaart voor Felipe, dat heeft de wedstrijd een beetje vergald. Dat heeft de wedstrijd eigenlijk doodgemaakt. Zeer onnodige overtreding, smerige overigens. Frankie, er was wel nog een ander topmoment dat jij hebt beleefd, dat was tijdens de rust. Je bent een grote muziekfan. Ja, ik ben een fan van Elvis Costello en ja, hij kwam door de boksen. Goeie muziek, goede match en een mooi meezingmoment. Ja, dat vooral. Frankie is de man van de meezingers. Hij kent alle songteksten volgens mij. Goedenavond vanuit Liverpool. Club Brugge deed het verdienstelijk, maar verloor wel met 4-1 van Manchester City. Toch geven wij graag een pluim aan de Club Brugge supporters die de oversteek hebben gemaakt. Want zij overstemden ruimschoots de fans van Manchester City. De Belgische Thomas Müller die zag dinsdagavond Robert Lewandowski uitblinken met Bayern tegen Benfica. Een hat-trick erbij in zijn 100ste Champions League wedstrijd. Het kan de Pool alleen maar helpen in de strijd om de gouden bal. Oh, rode kaart. Ja, is absoluut... lijkt mij streng. Ja, hij doet helemaal niks. Dit is gewoon geen rode kaart. Nee, natuurlijk niet. Wat is er aan de hand in de wereld? Wat is er aan de hand? Dit is toch nooit een rode kaart? Check over. Maar jongens toch. Wat een comedie, erbitters. Wesley, goedemorgen. Dag Nicolas. Wesley, ben je al een beetje bekomen van gisteren? Dat zijn voor mij scheidsrechters die nooit zelf hebben gevoetbald en die de situatie niet kunnen inschatten. En dat heeft de wedstrijd beïnvloed, Nicolas. Het was een leuke wedstrijd tot de uitsluiting aan Hummels en dat was het over en out. Ja, Dortmund kwam dus op voorsprong, maar Tadic maakte gelijk en gelukkig kon er ook gelachen worden. Hè. Wat een vreemd doelpunt, opvallend. We zouden heel veel spelers schrik hebben in die situatie, maar hij legde die bal toch goed binnen. Natuurlijk met gevolg dat hij met klokkenspel tegen de paal vloog. Hij was redelijk heftig, moet ik zeggen. Het is aangekomen. Ja, maar hij kon verder. En Sébastien Haller heeft ook weer gescoord. Dat is nu de beste debutant, denk ik. Eerste Champions League campagne en heeft 7 doelpunten na 4 matchen. Ja, gisteren volgens mij geen 3 ballen geraakt in heel match. Allee, dat moet je toch maar kunnen om als spits, ik denk 5, 86 minuten geen bal te hebben geraakt en dan een voorzet zo binnen te koppen. Dortmund zonder Haaland, dat is een ander Dortmund natuurlijk, hè? Ja, dat is niet het Dortmund dat je verwacht. Hij zat dicht bij jou in de tribune, heb ik gezien. Ja, hij zat maximum een meter of 10 van mij, links boven mij. Maar goed, dat doet mij eigenlijk niks. Ik heb het al gezegd. Alright, Wesley, ga je nog een beetje bijslapen straks? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik zal slapen als ik dood ben. Ook de andere belangrijke dingen hebben we voor u op een rijtje gezet natuurlijk. Er was Leipzig PSG bijvoorbeeld in dezelfde groep als Club Brugge. En dat leek lang de match van Wijnaldum te worden. Hij maakte gelijk en zette PSG op voorsprong. Hij kreeg een nieuwe speelkans en hij deed het goed. Maar in blessuretijd is het Kimpembe die deze penaltyfout weggeeft. En zo de kans geeft aan Leipzig om een gelijkspel af te dwingen. Let goed op Neymar. Hij doet er nog alles aan om Szoboszlai af te leiden, maar die blijft olympisch kalm en zorgt voor de 2-2 tegenover Donnarumma. Eden Hazard die kreeg alweer geen speeltijd in de match tegen Shakhtar. En ook zijn bromance met Karim Benzema lijkt helemaal verdwenen. Want Benzema die vormt nu een dodelijk efficiënte tandem met Vinicius. Zij worden in de Spaanse pers de vitaminen van dit Real Madrid genoemd. Barcelona won net als in de heenmatch met het kleinste verschil van Dynamo Kiev, 0-1. Barça behoudt alle kansen op kwalificatie. Het heeft 6 punten, Benfica 4. En op de volgende speeldag staan ze tegenover elkaar in Camp Nou. Al dan niet met Xavi als nieuwe trainer.
Goed nieuws was er voor onze Wolfsburg-Belgen. Wolfsburg deed een gouden zaak dankzij deze winning goal van Lucas Metscha. Bornau was geblesseerd, Luke Bakio viel in, Kasteel stond uiteraard wel in doel. Maar Aster Franks die kreeg ook opnieuw een basisplaats. Ook onder de nieuwe trainer Kohfeldt mag hij dus meedoen, alleen viel hij jammer genoeg wel uit na 80 minuten. Alles kan nog in de groep. Salzburg, Lille, Wolfsburg en Sevilla, ze kunnen zich allemaal nog plaatsen. Dybala die scoorde dinsdagavond tegen Zenit 2 keer en zit zo aan 106 goals voor Juve. Zo heeft hij clublegende Michel Platini bijgebeend. De Fransman is het idool van Dybala en hij wou hem eren met een typische Platini-viering. En dit schattige jongetje is niemand minder dan Federico Chiesa. Als kind zuiver rechtsvoetig, maar vandaag kan hij het ook met links. Hij scoorde dinsdag zijn 6e goal in de Champions League en heeft er evenveel gemaakt als zijn vader Enrico Chiesa. Papa Enrico was een spits, speelde onder meer bij Sampdoria, Fiorentina en Lazio. Maar het was met Parma dat hij deze goal maakte en ervoor zorgde dat Parma de UEFA Cup won in 1999 tegen Marseille. Woensdag voormiddag heb ik vanuit Gent nog gebeld met Michael van Varenberg en Wim de Koning, want zij zagen in Bergamo een schitterende match Atalanta-Man United. Goedemorgen Michael en Wim. Goedemorgen Nicola. Is dan vooral Bergamo, ik zag wat foto's passeren en wat beelden, dat zag er fijn uit daar. Ja, het was fantastisch nazomers weer. We hebben er een romantische citytrip van gemaakt eigenlijk. Wat maakt er Bergamo zo mooi? De oude stad ligt op een berg en de oude stad is heel erg oud en Italiaans. En heel knus, heel gezellig met prachtige gebouwen, maar ook leuke tentjes om te eten. Ja, dat doen veel in Italië. Hè. Het eten ziet er allemaal waanzinnig lekker uit. Dus, we hebben ook geproefd aan het eten en dat viel reuze mee. Dus, Jullie waren er natuurlijk ook voor de match Atalanta tegen United. Atalanta was heel goed, hè, maar ze zijn opnieuw niet beloond. Dan gaan ze daar aan het klungelen. Ronaldo! Hij doet het opnieuw. Hij doet het opnieuw. De man die het hardste aandringt, die scoort opnieuw in de toegevoegde tijd. De onvermijdelijke Cristiano Ronaldo, nogmaals. Ik zag ook een statistiek dat als je alle goals van Ronaldo zou weghalen in deze Champions League-campagne, zou United met 2 punten laatste staan. Dus dat zegt eigenlijk wel voldoende. Maar ik heb het gevoel dat wij altijd worden uitgestuurd als een soort Ronaldo-watch. Ik ben daar wel heel blij mee, want er gebeurt altijd wel iets natuurlijk. Ja, in het spel komt hij zelden nog voor. Hè. Doet hij weinig, is wat onzichtbaar, maakt zich ook onzichtbaar. Maar als het om en rond de 16 is dat er iets te gebeuren staat, ja, dan is hij natuurlijk van de partij en hij maakt 2 schitterende goals. Ronaldo kreeg wel de Man of the Match Award, maar Duvan Zapata, jongens, daar hebben jullie ook van genoten. Hoe sterk Zapata was hij? Zapata was echt wel wauw. Waar hij de energie blijft vinden, ja, niemand weet het. Ik zie hem graag bezig, ook al wordt hij niet altijd even gepijnd. Nee, het is een tank. Hè. Veel diepgang, enorm veel engagement. Zeer sterk in balverlies. Maakt het iedereen lastig, blijft gaan. Maar als je die als diepe spits in de ploeg hebt, ja, dan mag je je handjes kussen. Goed, bedankt mannen. Goede vlucht terug naar België. Karel, goedemorgen. Goedemorgen, Nicolas. Karel, ben jij vandaag een teleurgestelde chef-sheriff? Ik ben een teleurgestelde chef-sheriff, Nicolas. Ik heb ze nog nooit zo slecht zien spelen. En ik volg Sheriff toch al sinds september van dit jaar, denk ik. Het was echt dramatisch. Wat is er misgegaan? Ze hebben opnieuw verloren van Inter. Ja, ze hebben opnieuw verloren van Inter. Wat is er misgegaan? Ik heb vorige keer gezegd, ze verdedigen goed en ze maken wereldgoals. Wel, ze hebben vandaag 1 normale goal gemaakt. En ze hebben heel slap verdedigd. Echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment beginnen tellen hoe lang Sheriff de bal bijhield. En dat was 3 keer na elkaar minder dan 15 seconden. Dus ze konden gewoon niet uitspelen, ook omdat Sheriff niet goed was, maar ook omdat Inter er wel heel kort op zat. Ik denk dat dat misschien wel de sleutel is om Sheriff Tiraspol te verslaan. Ja, Karl, ja, ze hebben nu 6 punten, maar ze hebben 2 keer op rij verloren. In de studio zeiden Nico Lenné en Wim de Koning, geen enkele kans dat zij nog doorgaan. Het worden Inter en Real die zich kwalificeren. Maar jij gelooft er nog in? Dat is een typisch geval van sheriff-shaming, Nicola. Ik denk, vorig jaar was het dezelfde groep met Real, met Inter, met Shakhtar. En Real Madrid verloor toen in eigen huis van Shakhtar en ook nog eens in Oekraïne. Wel, Sheriff is het Shakhtar van dit jaar en ze gaan volgende speeldag gewoon Real in eigen huis kloppen. Ze komen bovenaan en op tijd maken ze het af tegen Shakhtar Donetsk. Ik geloof er nog in, Nicola. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Karl, voor je analyse. Dat was een fantastische match en ik weet dat je al lang gevraagd hebt om eens ter plaatse te gaan. Wel, ik kan
Ik heb mijn agenda vrijgemaakt, dus het is geen probleem. Ja, ze maken het ons wel niet gemakkelijk, Karel. We hadden eigenlijk gezegd 1 punt tegen Inter. En dat is niet gelukt, dus. Nee, oké. Goed, dan hebben we alles gehad voor deze week. En gaan we afscheid nemen van John Lennon hier op de John Lennon luchthaven in Liverpool. En van de andere vrienden van de Beatles. Want mijn vlucht naar Brussel staat al klaar. Tot de volgende.